Een hele goede middag, avond. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb de vlog nog niet geopend. Ik heb alleen maar zieke kindjes gehad. Ja, zo niet fijn. Dus ik ben eigenlijk alleen maar aan het zorgen. Je hoort het, Jordi is niet lekker. Liam die is niet lekker. Sam is oké, maar niet lekker. Dus ja, daar moet ik het mee doen. Een goede middag. Het is inmiddels middag. Ik heb het echt heel zwaar momenteel met Jordi. Jordi zit nu wel op zijn kont, maar hij heeft net zijn schone luier aan. Dus dat is helemaal verzorgd. Maar als hij gepoept heeft, wil hij niet eens meer op zijn kont zitten. Hij zit het liefst eigenlijk half zo op één wil. Ja, hij is gewoon aan de scheiteritis. Hij heeft ook weer oorontsteking. Dus ja, met Sam gaat het wel oké. Maar ook hem hou ik deze week gewoon thuis. Met Liam gaat het beter mee. Maar het is ook niet je van het nog niet. Maar ik hou ze gewoon alle drie deze week thuis. Want ja, het is denk ik niet echt slim om nou weer een griepvirus of wat dan ook naar binnen te halen. Ik ben er nou al een beetje klaar mee. Dus ja. Ik hou ze gewoon lekker deze week thuis. Ik ben even gauw naar de winkel geweest. Jordi wilde niet op zijn kont zitten. Dus ze heeft eigenlijk de hele weg en in de winkel en alles zitten huilen en schreeuwen omdat pijn deed. Snap ik ook. Maar ja, ik moest wel even voor een paar dagen boodschappen halen. Dus ik heb voor 3 dagen ongeveer boodschappen in huis. Dus dat is alleen maar fijn. Ja. Hoe kan ik er nog meer over zeggen? Eigenlijk niet zoveel. Ja. Ik ben kapot. Ik heb vannacht wel goed geslapen, want Jordi heeft weer voor het eerst doorgeslapen. Dus dat is mooi. Dus daar doen we het voor. Maar ja, toch ben je de hele tijd bezig en de hele tijd aan het verzorgen en aan het doen. Want ik heb vanochtend, zeg maar tot aan net, alleen al heb ik Jordi 1 keer in de douche moeten zetten. Omdat hij gewoon zo erg onder zat. Het was niet grappig. En voor de rest heb ik 7-8 luiers gedaan. Dus hou maar na. Nou ja, ik geef zelf eten. En dan gaan we kijken hoe het schip strandt. Een hele goede morgen. Ik heb echt zo weinig gevlogd. Jordi is gisteren nog wakker geweest. We hebben nog helemaal verzorgd. En deze 2 makkertjes zijn nu wakker. We zijn vandaag thuis, houden een pyjama dag. En dat is het. Ik probeer vandaag iets meer te filmen, maar ik kan het niet beloven. Ja, dat is het wel. Ik was iemand aan het waarschuwen dat hij iets niet mocht. Want hij was met Joef aan het stoeien. En toen pleurde hij van de bank af. En nou heeft hij een hele dikke bult op zijn hoofd. Ik heb het al ingesmeerd met Arnica. Maar dat heeft meneer er weer afgehaald. En we hebben natuurlijk gekoeld. Ben je zo zielig, jongen? Hij is zo zielig. Hij is ook nog steeds niet lekker. Hier heb ik er nog 2. Eentje zit lekker tablet te kijken. En Jordi is ook lekker tabby aan het kijken. Ik ga daar even voor zijn lunch maken. Ik denk dat het roer eitje met brood wordt. Ik denk dat ze daar wel zin in hebben. Jordi in ieder geval. Jordi vindt het altijd lekker. Laat je Joef met rust. Niet op die tablet staan. Liam, er vanaf, nu.
een goede morgen nog steeds. Jordi was gewoon zo moe en zo afgepeigerd en zo bleh, dat ik even met hem zo moest gaan zitten om hem heel eventjes de rust moest geven. En nou ligt hij daar in de hoop dat hij met de drukte van de kinderen even een beetje zijn rust kan vinden. Hij is nog steeds aan de scheiterij. Helaas. Liam en Sam zijn er wel doorheen. Sam die is nog flink aan het klotteren. Maar daar zit wel verbetering in. Bij Jordi zie ik het momenteel even niet. Qua verbetering. Ik heb hem net zelfs banaan gevoerd. Omdat hij zo erg waterontlasting heeft. In de hoop dat het toch ja, wat verbetert. Ik moet er natuurlijk wel in de gaten houden, want normaal loopt hij vast. Dus ik hoop nu dat het zeg maar zijn ontlasting wat vaster loopt. En dat ik het met macrogolpoeder recht kan trekken. Dit is wel wat ik zo met een diëtiste heb besproken. Dus in de hoop dat. Dus we proberen dit even. Want hij is nu al 6-7 dagen aan de scheiteritis. En ja, er komt een keer een moment dat we denken van, hè, wat gaan we hier aan doen? Dus we hopen dat er verbetering in gaat komen. De kont is zo kapot, dat is gewoon niet grappig. Dus dat hoop ik ook allemaal gewoon goed te krijgen. Dus het kost gewoon heel veel energie. Vanochtend had hij heel zijn bed ondergescheten, dus die heb ik helemaal afgehaald. En die moet ik dadelijk ook weer opmaken. Maar hij slaapt net zo goed op de bank natuurlijk, dus ik ga hem niet in bed leggen nu. Want dat is nog allemaal een beetje aan het drogen en aan het doen. Dus laten we dat maar even zo houden. Ja, dat is het eigenlijk wel. We zijn gewoon lekker thuis. En de reden dat ik net mijn onesie opende was omdat hij precies op de rits lag. En dat lijkt me niet zo prettig, dus vandaar dat ik dat deed. Maar volgens mij slaapt hij nu lekker, dus ja. Met de andere twee van de Bambix-bende gaat het beter, goed. Met Liam gaat het gewoon eigenlijk gewoon prima. Maar die laat ik nu ook even thuis, zodat ik niet met twee kinderen hoef te gaan zitten zeulen. Sowieso één ziek kind. Normaal doe ik het allemaal wel, maar dat doe ik nou dus echt niet. Ik heb besloten om ze gewoon echt de hele week gewoon thuis te houden. En gewoon te kijken hoe we het oplossen. Maandag is Jordi natuurlijk ook jarig, dus vandaag. Het is nu natuurlijk donderdagavond. En ik ben met de kindjes bezig. Liam die heeft zo'n bordje hier. We eten worstenbroodje. Is het lekker? Vind je het lekker? Lekker ding? Nou, in ieder geval, hij is eindelijk iets aan het eten. Hij wou niet eten. Hier zit onze Sam. Die zit lekker worstenbroodje te eten. Die moet ik eerst even schoonmaken voordat ik die laat zien. En hier zit Jordi. Lekker te happen. Dus ja, dadelijk als Niels thuis komt, dan eten we samen. Dus dat is de bedoeling. En goedemorgen. Ik maak van deze vlog een weekvlog. Want dat. Bij Liam en Sam gaat het eigenlijk wel goed. Met Jordi gaat het nog niet super, super, super. Het gaat al wat beter, maar het is nog niet super, super, super. Hij wil niks eten, hij wil niks drinken momenteel. Dus hij zit nou in die fase. Dus we gaan gewoon kijken hoe het schip strandt. En voor de rest zien we het wel. Hij wilde ook zijn bril niet op, die gooit hij af. Dus ja. Hij moet maar kijken wat hij doet. Inmiddels is het alweer avond en heb ik heel veel met de kindjes gedaan. Heel veel geknuffeld, et cetera. Niels is thuis, we hebben gegeten. En dit moet ik vanavond in gaan pakken. Dit moet ik allemaal inpakken. Allemaal. Dat moet ik dus gaan inpakken. En dat is niet om te klagen, hè. Maar dat is gewoon om te laten zien van, hè, dit moet ik nog doen. Na een week zieke kinderen. Nou zal het waarschijnlijk zo zijn dat jullie cadeautjes minder bij Jordi gaan zien. Wij doen Jordi ook geen plezier ermee om een cadeautje te geven. Jordi
heeft het liefst gewoon geen cadeaus. Dus wij geven jullie heel vaak iets wat niet ingepakt is. Door het jaar heen. En uiteindelijk compenseert zich dat wel met Liam en met Sam. Met zo'n grijze dakduifperiode of wat dan ook. Het is niet zo dat ik zeg van dit bedrag is voor die en dit is hetzelfde bedrag. En nee, het is gewoon als de kinderen iets nodig hebben, krijgen ze het gewoon. Dat ook met Jordi. Maar Jordi heeft gewoon een aantal speeltjes wat hij graag wil hebben. Eén daarvan wordt al niet meer gemaakt. Dat is de kleine VTEC Toetoet politieauto. Patrick Politie heet die. Die wordt dus al niet meer gemaakt. En als je hem ergens wil bestellen, betaal je al gauw 30, 40 euro tegenwoordig. Had ik vorige week of zo gezien. Nou is het zo dat we die nu even genoeg op voorraad hebben, gelukkig. Maar je moet wel denken, het kost dus ook meer. Ja, helaas is dat gewoon zo. Maar dat zijn een van Jordi's favoriet speeltjes. Dan heb je het er ook voor over natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde melden. Het zal wel een wartaalachtig iets zijn. Maar ja, uiteindelijk komt iedereen wel aan wat die behoort te krijgen. Zo moet je het eigenlijk zien. Alleen, wij straffen Jordi er meer mee om hem een cadeautje te laten uitpakken. En de drukte van alle cadeaus, dan dat we het hem tussendoor gewoon geven. Dus dat. Ik geef wat wasvouwen tot het kindje naar bed gaan. En dan schiet ik alles naar beneden toe, zodat ze het niet zien. En ga ik ze inpakken. Maar eerst even wat was doen en even een podcastje aanzetten. Nou, dan is dit het resultaat van alle cadeautjes. Ik heb het hele avond erover gedaan om ze in te pakken. Goedemorgen. Niels is met Liam pasfoto's maken bij een vriendin van ons. Die is fotograaf en we hebben pasfoto's nodig voor een ID-bewijs voor Liam. Jordi die was vanochtend om 9 uur wakker, vannacht ook nog, maar Jut en Jul, Liam en Sam, die waren al om 5:10 wakker. Ja, 5:10. Wat dus resulteert in dit. En als ze mijn kussen heeft, dan lacht hij. Dus ja, ik heb weer een bank slapen. Maar dan de kleinste. En dit is eigenlijk voor het eerst dat hij op de bank slaapt. Niels is terug met Drama Queen. Hij is gewoon moe, daarom doet hij zo. Maar dit is de pasfoto geworden. Kijk hoe schattig. Aww, dit is een knappetje. Ja, straks moest ik heel eventjes Sam redden van zijn broer, want die heeft hem geduwd. Maar wat een leuke pasfoto, hè. Ondertussen ligt de opperbaas ligt hier te slapen. De kleine baas wil niet meer slapen. En de middelste baas die ligt in zijn tent. Ik zal eens even kijken of ik het kan filmen. Daar ligt hij lekker te slapen. Dus het is hier opgezellig. Mijn kroegmama is ook nog langs geweest. Die had ik al heel lang niet meer gezien en gesproken. Gewoon omdat zoals zij het heel druk heeft, als wij het heel druk hebben. Maar het was wel fijn om ze even weer gezien te hebben. Ik heb ze wel heel erg gemist. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Dus ja, ik ben tussendoor nog even naar de winkel geweest. Voor het avondeten en vanmorgenochtend. Dus ja, al met al. Top. Dan wou ik even laten zien dat ik ook de tractatie van Jordi al klaar heb. Er zit een mutsje in en een pepernotenzakje. En dat is dan voor zijn klasgenootjes en voor Jordi. En dit is dan voor de juffen. Ja, hij heeft 4 juffen. 1 hoofdjuf. 2 verzorgende juffen in principe. En een
juf die vaak invalt. Dus dat is eigenlijk wat voor Jordi, zeg maar, in de klas aanwezig is. En dan heb ik nog extra zakjes voor het geval dat ze nodig zijn. Dus die is ook al klaar. Dus dat heb ik ook al geregeld. Dus daar hoef ik ook niks meer aan te doen. Gelukkig. Dus. Hé, hey, Liam. Wat heb je gegeten? Je hebt gebakken aardappeltjes op. Gebakken aardappeltjes. En een kipschnitzel. Ja! En boontjes. Die nu doof zijn, alsjeblieft. Ja. Goedemorgen. Ja. Het is weer zondag. Mama heeft lekker ontbijtje gemaakt. Ja. En we gaan lekker zitten eten. En wat gaan we vandaag nog meer doen, papa? Sinterklaas cadeautjes uitpakken. Jee. Oh, Jordi gooit het weer op de grond. We doen nu zonder tablet, maar Jordi wil niet eten. Ah. Nou, eet je niet. Jordi wil niet eten zonder tablet. Maar hun wel. Wat Patrick politie al niet kan doen, hè, Jordi? Nee. Hey. Kom. Gaan we ze gauw naar binnen halen? Wie heeft dat toch gedaan? Was dat Sinterklaas? Die was niet die. Kom ze, die naar boven. Jij moet weer naar boven, papa.
Dit is er nog over. Ze zijn uitgepakt. Ze hebben hun match gevonden met hun speelgoed. Jordi had er sowieso geen zin in, maar ja, dat was bekend. Oh, nog een cadeau. Dus ja, we laten het Liam maar door de dag heen uitpakken. Ook prima. Zo blijft het de hele dag leuk natuurlijk, hè? Maar is je lekker aan het spelen, jongen? Wat ben je allemaal aan het doen? Zie je nog meer cadeautjes? Doe maar pakken. Mag je gewoon pakken. Ja, doe maar uitpakken. Wat is dat? Ga je nog meer pakken? Wat is dat? Is dat ook geen keukentje? Ja, goed zo. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Het was een innoverende week met zieke kindjes. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.